Ja, goedemorgen allemaal. En ik mag wel zeggen, een hele fijne goedemorgen allemaal. Het is weer maandag, de week gaat weer beginnen. Het is 10:30 en ik ben echt helemaal lam. Ik had vanochtend de keus van, ga ik water zuipen of 7 blikjes bier? En een flesje wijn. En ik dacht bij mezelf, joh, laten we de week goed beginnen. Ik heb het fucking druk, dus ik heb voor het laatste gekozen. Zoals al gezegd, ik ben dus helemaal lam en ik heb nu wel een probleem, want ik heb helemaal niet nagedacht over de gevolgen en de eventuele consequenties van wat ik zojuist heb uitgefroten. Weet je wel, ik moet zo de kinderen uit school halen voor de lunch. Hoe ga ik dat doen? En mijn vriendin komt zo thuis. Ik kan nu nog niet naar de supermarkt om nieuw bier te halen. Het kan pas vanaf 1 uur, want ze zien me aankomen. Wat moeten ze wel niet van me denken? Hè? Dus dan kan ik pas weer gaan zuipen om de geur van dit bier dan te gaan maskeren. En tot die tijd zal ik toch een beetje deze kant op moeten lullen om die walm. Maar ja, dan gaat mijn vriendin ook denken van ja, waarom lul je de hele tijd die kant op? Wat ben je raar aan het doen? Kijk, ik kan wel een beetje zo doen en zo dat blok ervoor zetten. Zo, dan zien ze in ieder geval die blikjes en die wijn niet meer. Maar voor de rest heb ik echt geen idee hoe ik dit aan. Ja, ik zou een paar gram cocaïne kunnen halen en die lekker opsnuiven. En dan hier fucking para, zwaar aan relaxed met hartklopping en een bezweet reet door het huis gaan lopen. Dan kom ik in ieder geval wat nuchterder over dan dat ik nu ben. Maar ja, dan zit ik toch nog steeds 2 uur die ik moet overbruggen. Dus op mijn blote knieën, jongens, vraag ik jullie. Mijn blote knieën om raad. Want ik weet me geen in ieder geval, jongens. Ik zou zeggen, help mij en een hele fijne maandag allemaal. Hallo.